En Suriname telt momenteel 11 malaria-gevallen. Deze zijn allen in het zuiden van Suriname en het zijn het gevolg van importgevallen van de ziekte. Dit zegt Helena Hiwat, coördinator van het malaria-programma van het ministerie van Volksgezondheid. We spraken haar in verband met Wereld Malaria Dag, die gisteren wereldwijd is herdacht. Het thema voor dit jaar is Zero Malaria, Draw a Line Against Malaria. Hiwat geeft verder aan dat de COVID-19-pandemie positieve en negatieve effecten heeft gehad op de bestrijding van malaria in het zuiden van het land. Het goede effect is dat er minder gereisd kan worden. Dus dat we minder kans hebben op import van malaria uit andere gebieden of verspreiding van malaria naar andere gemeenschappen. Het slechte effect is natuurlijk dat we minder mogelijkheden hebben om bepaalde preventie bestrijdingsactiviteiten uit te voeren. En daarom is het belangrijk dat we lokale partners hebben. De medische zending is gelukkig heel goed aanwezig in de dorpsgemeenschappen. En dat is de belangrijkste lokale partner van het ministerie van Volksgezondheid om de bestrijding van malaria in de dorpsgemeenschappen te doen. 2021, voor de rest hopen we dat het malariavrij blijft. Het doel, het nationaal doel voor Suriname is om in 2025 volledig malariavrij, hopelijk gecertificeerd te zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie. Ondanks de 11 geregistreerde gevallen ziet het er verder goed uit voor Suriname, zegt Hiwat. De organisatie had echter graag gehoopt dat zij de uitbraak in Tipu in december 2020 kon beëindigen. Dus we hebben in het begin van dit jaar nog een aantal cases gehad. Voor dit jaar staat de teller op 11. Dus dat is heel weinig. We hopen dat we het hierbij kunnen houden voor dit jaar. Op dit moment ziet het er goed uit. En we hopen dat als dat zo doorgaat, dat we volgend jaar een malariavrij jaar kunnen bereiken. En we gaan een refreshment course doen. Hoe kan men malaria oplopen? Malaria kan men oplopen wanneer in een bepaald gebied waar malaria-muskieten aanwezig zijn, mensen binnenkomen die de malaria-parasiet met zich meedragen. Op het moment dat iemand binnenkomt die de malaria-parasiet in zijn bloed met zich meedraagt, en die komt in het gebied waar malaria-muskieten zijn, dan kunnen die muskieten bloed zuigen bij die persoon, ook besmet raken en het vervolgens naar andere mensen overdragen. Dus het is heel belangrijk als je in een bepaald gebied woont met malaria-muskieten, dat alle mensen malaria-vrij zijn. Dus wanneer er bezoekers komen uit andere gebieden, is het belangrijk dat ze eerst gaan testen. En dat was dus Helena Hiwat, ze is coördinator van het malaria-programma van het ministerie van Volksgezondheid. Het zuiden van Suriname wordt nog onder handen genomen door de organisatie en de medische zending om te voorkomen dat malaria zich verder verspreidt in het gebied.